Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Ik hoop dat het dus goed met jullie gaat. Bij mij gaat het niet zo goed. Ik heb namelijk een oorontsteking. Het doet echt fucking veel pijn. Het straalt helemaal door naar elkaar. Mijn hoofd doet pijn, mijn oor doet pijn. Ik voel gewoon echt heel kut. Dus die disclaimer gegeven te hebben, gaan we vandaag alsnog gewoon reageren op Ex on the Beach. Ik heb namelijk geen tijd voor deze oorontsteking. Wat denk ik al een heel duidelijk signaal op zich is. Goed, ik ga zo meteen wel weer even uitrusten, maar ik wilde toch heel graag deze video maken. Dus ik ben weer terug en ik ga vandaag reageren op aflevering 4. Voordat ik ga beginnen, laat in de comments even weten wat je vond van wat er aan het einde van deze aflevering is gebeurd. En sowieso wat je vindt van het seizoen. En dan laten we beginnen. De aflevering begint en de tongtornado heeft opnieuw goed huis. Nee, ik heb wel lekker geslapen, man. En ook lekker gedoucht. Even de vrouw douchen geweest. De auto heeft zijn ding weer gedaan. Ja, man. Die tong van Tornado van Dylan is wel goed, hoor. Janie, die doet even een Google review achterlaten. Ik vond het gewoon erg dat Mark er zo mee stond te koop erop en liep achter haar hartelijke hondje. Hij wil echt, zeg maar, pronken van kijk, nu ben ik de man. Het gaat om de manier waarop. Ja, man. Daar gaat het om. Er is 's nachts een grote teamwissel geweest. En daar was een hele grote groep jongens het niet mee eens. Er is een probleem. Iedereen kan toch wel lekker doen wat hij wil? Nee, schat. In deze maatschappij werkt dat echt anders. Alleen jongens mogen doen wat ze willen. Mijne niet. Maar waarom moet je mijn glas in zijn gezicht gooien dan? Fuck, ik heb al zoveel laatste gezichten smeten in mijn leven. Waarom moet dat nu opeens zo'n big deal zijn? Ja, boeien. Gewoon koppen die handel en niet te veel zeiken. Ik heb verschillende psycho-exen die hier vandaag kunnen komen. Ik weet niet of ze ook kunnen zwemmen, die exen van jou, Jonna. Maar anders zou ik wel echt vrezen voor je leven. Deze is van mij, man. Niet te vroeg juichen, jongen. Dit is blijkbaar mijn ex. Blijkbaar. Joey, die herinnert zich er helemaal niks van. Wat op zich ook niet al te gek is. Want als we de verhalen mogen geloven, dan duurt het vaak ook niet zo lang allemaal. Lynn komt ook met geheugenverlies het strand op. Jonna, ik hoor dat wij dingen hebben gedaan. Dus ik ben best wel benieuwd wanneer en hoe en wat. Ik hou wel van deze retorische vraagstelling. Als ik zo haar toon hoor, dan denk ik dat ze niks gedaan hebben. Maar de waarheid, die ligt een beetje in het midden als het aan Jonna ligt. Ik weet het niet, man. Nou, dat is niet waar dus. Ja. Volgens mij waren er best wel veel mensen ook bij en zo, toch? Ja, dus ik denk dat het heel erg verstandig is als we wat ooggetuigenverklaringen op gaan vragen, zodat we dit tot op de bodem uit kunnen zoeken. Wanneer dan? In de auto. Maar heb ik iets met jou gedaan of was het met iemand anders? Jongens, vroeger als ik lang in de auto moest zitten, dan nam ik gewoon mijn Nintendo DS mee. Maar dat is niet meer iets van deze tijd, geloof ik. Lynn, vertel eens wat meer over jezelf. Ik zeg altijd, wanneer er geen drama is geweest, maar ook nog niet naar huis. Ze moeten er alle 10 af liggen voordat ik naar huis ga. Wat ontzettend zonde van je geld. Dit vind ik nou echt heel zonde. Als ik een relatie heb, dan heb ik wel vaak meerdere keren op een dag seks. Maar ook 7 keer. Vriendin heeft tevens ook goud gehaald op de Sex Olympic. Lynn heeft zoveel seks dat ze er een hele hoop technische mankement aan overhoudt. Ik heb denk ik 17 keer dit jaar blaasontsteking gehad. Toevallig heb ik het over dit moment in mijn podcast al uitvoerig gehad. Er is één chick en die zegt, ik heb al 17 keer blaasontsteking gekregen. Toen dacht ik, hoezo is dit een flex? Dat betekent dat je dus gewoon niet naar de wc gaat na de seks. Ja, wat heb je daar dan? Oh. Dan weet je heel goed bij mij thuis in het barretje. Wel? Ja. Maar het is echt fucking ongemakkelijk. Joey herkent haar niet. Nou, Joey die herkent haar wel hoor. Joey is namelijk niet op zijn achterhoofd gevallen. Ook al gedraagt hij zich misschien soms wel een beetje zo. We weten allemaal wat er zelf is gebeurd, dus... Maar het is niet veel gebeurd, toch? Ja, er is wel het een en ander gebeurd. Ja? Ik vind het een hele bijzondere situatie die zich hier afspeelt. Aan de ene kant zegt Jonna dat hij met Lynn is geweest, maar Lynn zegt van niet. En Lynn zegt weer dat ze met Joey is geweest en Joey zegt van niet. Wat is het nou, jongens? Het zegt gewoon ja of nee. Het is echt geen moeilijke vraag. Inderdaad, Michelle. Het is tijd voor de date en er staat weer een vervoersmiddel klaar. Ik ben wel goed bij mandjes. Ik heb klachten gehad, dus ik denk dat het wel goed zit. Ook hier heb ik het over gehad in de podcast. Wat ook altijd grappig is, is dat ze dan zeggen van... Ja, ik kan denk ik wel heel goed pijpen, want ik heb nog nooit klachten gekregen. Dat ik denk, oh ja, want iemand gaat dan vervolgens naar de servicebalie om te zeggen, ja, ik ben toch niet tevreden. Ja. Dat was het idee daarachter. Ja, zo van, oh, ik heb nog nooit negatieve feedback gehad. Ja, oh ja, want iemand gaat achteraf even een functioneringsgesprek doen. Ja. Lynn en Jonna gaan er lekker voor zitten om de boel met elkaar uit te spreken. Als je binnenkomt, is eigenlijk, ik noem het de afdeling. Daar liggen allemaal bedjes, zeg maar, naast elkaar. Dat is gewoon één rit. Nee, maar ik ben wel gewoon een luxe poes, dus ik wil wel gewoon een goede kamer en een goed bed. Oké. Ik ga niet op een afdeling liggen. Ik ga niet in die afdeling liggen. Dat lijkt net of ik een of andere psychopaat ben. Niet om te oordelen of zo, maar er wordt in het huis wel dergelijk gedrag vertoond. Dus zo gek vind ik het eigenlijk niet eens. Ook Megan en Dylan zijn met elkaar op date. En ze komen allebei uit hetzelfde hoekje van België. Dus als iedereen mij eventjes met rust zou kunnen laten op dit moment, AUB. Ik heb namelijk mijn opperste concentratie nodig om dit te kunnen volgen. Ja. Ik heb al het laatste van de relatie kennis gemaakt met de Tom Tornado. Ja, omdat je van bent van de laatste zee, ik heb dat niet graag. Ik hoor dat niet. Dus je hebt dat nooit meegemaakt.
Nee. Iets over de tongtornado dus weer. Maar ja, tongtornado is een universeel woord geworden inmiddels. Als Samuel moet ze maar verdimmen. Kan iemand deze jongen misschien vertellen dat hij geen liefdadigheidsinstelling is? Straks wil hij nog subsidie aanvragen voor al dat goede werk dat hij verricht met die tong van hem. Goed, nou ja, leuk hoor, allemaal. Maar ik zit nog steeds met mijn gedachten bij Lynn en het mysterie van de afgerachte achterbank. Gelukkig heeft de productie CSI Gran Canaria opgetrommeld om tot de bodem uit te zoeken wie er ligt. Er is een tweestrijd gaande in de villa. Wie denken jullie dat er de waarheid spreekt? Jonna of Lynn? De ooggetuigen doen hun verhaal. Hey toppers, superleuk dat jullie mij even hiervoor bellen. Natuurlijk wil ik dit verhaal wat je van A tot Z uitleggen. Ik heb hier dus zo om moeten lachen toen ik dit voor het eerst zag. Het was al zo'n ontzettend raar verhaal. En dan kom je me ook nog eens vertellen dat Dusty erbij betrokken was. Het kan bijna ook niet anders. Hij is ook een beetje een soort van de plaaggeest van het programma. Hij doet niet eens mee en alsnog komt hij elke keer terug. Het was namelijk een avond waarbij wij met z'n vieren... Jonna, Lynn, Dusty en ik naar huis gingen. Oh ja, dit was ik ook weer helemaal vergeten. Ze zijn een package deal natuurlijk. Leslie en Jonna die waren lekker aan het auto rijden. En ik was met Lynn lekker op de achterband. Lekker iets anders aan het rijden. Ik vraag me echt af soms. Doen deze mensen ook nog iets anders dan naaien met elkaar de hele dag? Of nou ja, schijnbaar wel. Want tussen Jonna en Lynn is dus niks gebeurd. Jonna, wat zeg je er zelf van? Voor mij is het belangrijkste voor nu... is dat Lynn en ik nog steeds dezelfde band hebben. Ook al speelt deze situatie... Dat vind ik gewoon fijn, want ik mag haar heel erg graag en het is een super knappe vrouw om te zien. Die ziet het nou natuurlijk gebeuren, dat hij zo zijn kamer uitgeknikkerd wordt. Iemand die er ook erg bang voor is Joey. Iedereen weet in de villa dat het een mankje van mij is. Nou, Joey, ik weet niet of jouw naam op dat contract staat, maar zolang dat niet het geval is, is het gewoon onderhuur, hoor. Beetje landje pik, zo. Zo van, ik was er eerst, dus het is nu van mij. Lynn, wat ga je doen? Ergens denk ik van, oké, ik ga Joey gewoon die camera jassen, maar dan ga ik wel drama creëren. Daar kwam hij toch juist voor, schat? Als ik zo naar je kijk, dan heb je al je nagels nog. Dus hop, hop, gas erop. Lynn, die zorgt op dit moment niet echt voor drama. Maar gelukkig hebben we een Duracell-kanijntje nog. Die staat te springen om Mark Junior ervan langs te geven. Nee, kom naar mee. Je zegt Ellen, ik ben heel leuk te vinden. Maar hij gaat fucking direct haar kussen. Megan die denkt, oh jee, dat heb ik weer. En die klapt nog eventjes een kannetje achterover op de achtergrond. Iwa, doe jouw ding. We gaan niet praten dat je mij leuk begint te vinden. Ja, ach. Ik snap ze allebei wel. Ik heb een beetje het idee dat dit elk seizoen ook een beetje gebeurt. Dat er een jongen tussen zit met zware keuzestress die alle meiden aan het huilen maakt. Hey Megan, wat zeg jij daar eigenlijk van? Want jij bent natuurlijk ook onderdeel van deze driehoeksverhouding. Ellen is heel kwalijk. Hij heeft daar gewoon een valse hoop. Dat mag hij ook gewoon niet doen. Het is weer daytime. En Lex die mag op date met het konijntje. En er ontstaat direct een crisissituatie. Ga ik even onderkladderen. Oké, ranzig. Maar dit was eigenlijk niet wat ik bedoelde. Lex maakt namelijk een hele gewaagde move. Lex. Lex, het is hier geen lingo. Je hoeft ons niet te imponeren hoor, we weten dat je kan spellen. Konijn. Weet je niet hoe je schrijft? Konijn. Je weet niet hoe je konijn schrijft? Jawel, ja, kom op met dyslexie man, dyslexie. Ik geef dat dus... gewoon de schuld. Jee. Ik val wel een beetje op jongens die toch wel slim zijn, ja, dus ja, als je geen konijntje kan schrijven, ja, oké, okay, ja. Oei. Nou girlfriend, er zit sowieso nog een hele hoop tussen konijn kunnen spellen... En intelligent zijn in hoor, maar Lex die valt sowieso hoe dan ook af. Eenmaal terug in de villa is het tijd voor een snelle debrief. Lex, ben je opdringerig geweest? Ja, Lex die was er niet echt per se opdringerig, maar hij heeft het alsnog grandioos voor zichzelf weten te verneuken omdat hij niet wist hoe hij konijn moest spellen. Dus ja, ik weet niet echt wat erger is eigenlijk. Of nou ja, ik weet eigenlijk wel wat erger is. Er komt namelijk een nieuwe ex binnen tijdens de groepsdate. Hoi, ik ben Cynthia. Sin, geen gekke dingen zeggen nu. En zo te zien ben ik de meid met het mooiste echte lichaam. Ik weet niet of Cynthia nog de 25 wil halen, maar in dat geval zou ik niet dit soort uitspraken doen in de buurt van dit soort mensen. Cynthia, vertel eens wat meer over jezelf. Op mijn beeld heb ik bad staan omdat ik heel stout ben. Die tattoo heb ik dus ook, maar dan op mijn enkel. En omdat ik fan ben van Michael Jackson en niet per se omdat ik stout ben. Goed, Cynthia, die wil dood, denk ik. Want met gevaar voor eigen leven stopt ze er dus niet mee na die laatste opmerking. Ze gaat gewoon door. Ik zie daar gewoon een heel dun poepje met helemaal niks. Oh my god, dit is zo niet nodig. Ik vind dit zo'n bizarre situatie. Beter ga je niet zo praten tegen mijn vriendinnen, maat. Oh. Beter ga je niet zo praten, maat. Wat een drama hier. Nou, volgens mij was er echt niets aan de hand... tot het moment dat jij binnenkwam en iedereen die in de ruimte was begon te beledigen. Beter ga je niet zo praten, maat. Trans, wat gaat er gebeuren dan? Beter ga je niet zo praten, maat. Niet zo praten tegen mijn meiden, maat. Bek houden tegen mijn meiden. Volgens mij moeten we onze bek houden over haar meiden. Maar
Ik weet niet zeker. Georgina? Niet aan mijn meiden komen. Dit zijn mijn kindjes gehad. Ja, en dan denk je alles gehad te hebben. Jouw kindjes, hoe oud ben je dan? Ben je al 40? Goh, ze zijn verbaal echt oersterk, hè? Het is schijnbaar ook bedoeld als een belediging dat je 40 bent. Ah, jij bent echt 40. Ze lijkt nog meer op een vent dan mij. Oké, ding, ding, ding. Georgina heeft gewonnen. Maar Cynthia, die laat het er niet bij zitten. Want Cynthia, die wil heel graag bewijzen dat het haar van Georgina nep is. Want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk wanneer je op Gran Canaria, bovenop een berg, ruzie staat te maken met iemand die je net 2 minuten kent en waar je nog 2 weken mee op vakantie moet. Dat is mijn eigen haar! Nou, als ik dit beeld mag geloven, is het dus niet haar eigen haar. Maar ja, I couldn't care less. Nou jongens, ontzettend bedankt voor het kijken. Dit was het alweer. Vergeet niet het programma ook gewoon op tv te kijken, namelijk elke zondagavond om 10 uur. Laat in de comments even weten wat je ervan vond. En dan zie ik jullie weer volgende keer. Adieu!